Good morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en vandaag weer een vlogvideo. Het is een beetje een interview met deze meneer naast mij. Deze meneer is mijn vader. Daar ben ik erg trots op en zo. Maar goed, dat heb ik jullie al vaker verteld. Ik heb vorige keer ook verteld, jongens, we gaan een keer een interview doen met mijn vader. En dan gaan we het gewoon een beetje over de modelbouw vliegen hebben en zo. Goed, pa. Kun je een klein beetje wat vertellen over jezelf? Nou, ik ben Joop, uiteraard zijn vader. Dat tenminste wordt wettelijk bepaald zo. En ik ben 55. Ik doe deze hobby sinds een jaar of 4 weer. En vroeger, dat ik een kleine jongen was van 8, 9 jaar, toen had ik een lijnbesturingsvliegtuig. Dat is een vliegtuig die zit aan één kant vast aan de vleugel met een paar touwtjes. En die kon je dan in de ronde slingeren en dan ging de propellertje draaien. En ja, zo ben ik eigenlijk in het modelbouwwereldje terechtgekomen. Oké, en dat lijntje waar ik het nou over heb, dat zit dus aan je vliegtuig vast. Ja. Daar sling je mee in de ronde eigenlijk, want zo breng je hem de lucht in, hè? Ja. En daarna gaat het lijntje los, of dat niet? Nee, dat lijntje blijft vastzitten, dus je tolt je eigenlijk helemaal een slag in de ronde. Totdat je helemaal dronken was en ja, 9 van de 10 keer bij 2 rondjes was het al gauw over. Want dan ging je over de kop heen. Tenminste, dan ging je over je eigen hoofd heen en knalde dan volledig op de motor in de grond. En dan kon je weer een maandje of 2 bouwen. Oké, maar ik snap iets niet, want er zit een motor op en evengoed een lijntje en dan moet je zelf nog rondjes draaien. Ik bedoel, dat is toch oerzaai of niet? Daar zijn hele snelle wedstrijden mee. Er zijn wedstrijden mee, daar moet je elkaar een stuk staart. Dat is een soort kunststof. Strip moet je aan je vliegtuig binden en dan proberen ze door middel van de propeller die eraf te halen. En dan worden snelheden bereikt van bijna 200 kilometer, 250 kilometer. Zo, en dat is nogal wat. Oké, en nu zijn we een aantal jaar verder. Wordt het nog steeds gedaan? Het wordt, wordt wel gedaan. Ik zelf niet meer. Ik doe tegenwoordig RC-vliegen. Dat is dus Radio Control vliegen. Dat is dus met een zender. Daaraan die zender zit dus een aantal kanalen. Daarmee kan je dus je motor besturen, je ailerons, terwijl je links en rechts zeg maar afgaat. Je hoogteroer om hem omhoog te brengen en je richtingsroer om zeg maar in een bepaalde richting te sturen. Kan je daarmee bedienen. Oké, en vroeger, het wordt nog wel steeds gedaan, heb je een beetje een FM-frequentie, heb je dan? Een FM-frequentie, dat is een radiofrequentie toch? Nee, vroeger was het allemaal 27 MC. Totdat je op een gegeven moment... Ja, maar daar heb je ook die bakjes van, want die breek al ook om er eens uit voor de 400. Ja, inderdaad. En daarmee zijn heel veel vliegtuigen de grond ingeboord, omdat die op de verkeerde kanalen zaten. Dus als ik dan vroeger, want ik had ook zo'n ding, zo'n bakkie, zo'n 27MC bakkie. Ik denk niet eens dat de kijkers weten wat een 27MC bakkie is. Nou, google het gewoon even. 27MC ja, radiobakkie of zo heette dat. En ja, daar kon je dus mee praten. Dus als je dan die mic indrukte, dan gingen gewoon die vliegtuigen de grond in. Ja, 9 van de 10 keer was het foute boel en dan was het eindoefening voor de vliegtuigen. En dan kon je weer een paar maandjes bouwen. En dat is niet zo lekker. Oké, en nu zijn we in 2013. We zijn, even kijken. We zijn nu 2 jaar aan het vliegen? Ik ben zelf nu 3 jaar aan het vliegen. We vliegen nu met 2,25 megahertz. Ja, oké. En dat houdt in? Nou, het is een heel andere frequentie. Dat is, daar kun je niet met een bakje op komen. Dat is wel een heel kort antennetje ook. Dat is een antennetje van pakweg 12, 13 centimeter. En ja, de ontvanger en de zender hebben daar totaal geen last van. Je kan gerust met 10, 12 man van dezelfde zender naast elkaar staan en... je hebt totaal geen storing van elkaar. Dus het is niet zo als ik naast jou ga staan met de zender. Want de zender is zo'n ja, afstandsbediening eigenlijk. Hè? Ja. Het is niet als ik met mijn afstandsbediening sta dat ik ineens jouw vliegtuig kan besturen. Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat echt niet lukken. Dat noemen ze dan binden. Een zender bindt je aan een ontvanger. Niet met een touwtje, maar dat is elektronisch. Dat heet nou helemaal zo. En dat zijn de enige 2 die elkaar zien. Ja, oké. Dus het is gewoon... Je hebt eigenlijk gewoon je zender en je ontvanger, dat wordt een beetje gecodeerd, zeg maar. Hetzelfde als je codering hebt op je afstandsbediening van je auto. Want ik kan ook niet met mijn autosleutel jouw auto openen. Precies, zo, dat is exact hetzelfde, ja. Oké, kan je dat zo direct nog wel laten zien, hoe dat eruit ziet? Zo'n satellietjes zijn het eigenlijk, hè? Ja. Heb jij die nog losleggen hier? Die heb ik losleggen, maar dan moet ik even naar de hobbykamer toe. Nou, dat gaan we zo direct maar eventjes doen. Oké, nou dan hebben jullie een klein beetje het idee van hoe of wat. Ik had ook de vorige keer verteld van nou, ik laat jullie precies zien hoe dat bouwen in zijn werk gaat. Nou hebben we ervoor gekozen om het beneden bij mijn vader op te gaan nemen en niet in de hobbykamer. Want daar staat het gewoon stijf vol met vliegtuigen. Die man is rijk. Nee, maar goed. Die vraag krijg ik meteen al. Ik stel het je ook meteen. Als ik wil gaan vliegen, alleen mijn vliegtuigje, ja, wat gaat dat zo'n beetje kosten? Wow, hele goede vraag. Ten eerste heb je een knappe zender nodig met een ontvanger. Nou, dan zit je al tegen de €3.500 op. Dan heb je in principe nog niks, heb je nog geen vliegtuig. Dan kun je van die samengebouwde vliegtuigen kopen van piepschuim, maar je kan ze ook van een duurdere versie kopen. Het is net hoe groot jouw portemonnee is. Je kan kisten kopen voor zeg maar €100 met een elektromotortje. Je kan ze ook kopen voor €150, €200 met een verbrandingsmotor. Maar je kan ze ook kopen van €25.000. Ah, ze kopie. En ja, nou, nou dan hebben we het nog even over, want je hebt natuurlijk een aantal jaren achterstand met mijn zakgeld natuurlijk. Ja. Oké, we gaan er even zo'n zender bij pakken en dan weten jullie precies eventjes ja, waar we het allemaal over hebben. Want dan kunnen jullie het ook even zien wat het is. Zo, oké, nou we hebben de zender er even bij gepakt en ja, laat hem maar heel even zien, pa. Dan weten ze meteen een beetje waar we het over hebben. Dit is de zender. Je kan, de stuurknuppels zijn hier links, rechts, beide kanten, hoog, laag. Je hebt diverse schakelaars voor diverse functies te doen. En ja, daar kan je dus heel veel servomotoren mee besturen. In mijn geval zijn het er 7. En wat zijn servomotoren? Want er zit toch maar één motor op? Ja, er zit één verbrandingsmotor op. En, maar servomotoren die kun je dus iedere stand aan laten aannemen door middel van je stuurknuppel of je schakelaar. En deze bedient dus de hoogteroer, richtingroer enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ook de motor. Dus maar een servo is eigenlijk gewoon een apparaatje, een klein motortje waarmee je dus de vliegtuig kan laten sturen. Ja, ja, ja. Ja. Dat is gewoon je aandrijving. Ja, aandrijving van diverse kleppen. Oké. Hey, en... kun je nou gewoon één vliegtuig hiermee besturen? Of kun je er meerdere, of tenminste ja, tegelijk kan je er maar eentje, neem ik aan. Kan je nou ook met meerdere toestellen? Of moet je voor ieder vliegtuig zo'n apparaat kopen? Nee, deze zender kunnen 20 vliegtuigen in geprogrammeerd worden, om het goed te zeggen. En op het moment dat je gaat vliegen, kan je er maar, net wat jij al zegt, met één tegelijk vliegen. 2 wordt een beetje lastig. Oké, en wat kost zo'n ding? Wat bedoel je? De zender? Ja, alleen deze. Alleen deze. Deze zender die kost om en erbij, inclusief ontvanger, ongeveer €350. €350 voor een plastic ding met knopjes? Ja. Dat is niet normaal. Maar er zit wel een breedbeeld televisie zit erop. Ik zal even kijken. Zie je? Er is een heel scherm zit erop. Kun je dan ondertussen tussen het vliegen door? Kan je dan tv kijken of zo? RTL Sport, voetbal? Want je mag natuurlijk niks missen. Nee, dat was dat maar waar. Nee, nee. Hier TomTom. Ja, TomTom. Kan je kijken waar het vliegtuig vliegt. Nee, het is een schermpje waar je dus je toestellen in kan zien. Dat houdt in, je hebt een toestel, een Big Lift, waar ik op het ogenblik heel veel mee vlieg. Daarmee kan ik dus met mijn schakelaars en de knoppentoestanden kan ik dus inzetten van ik wil met dat toestel vliegen. En niet met een jakkertje of een DC-3 of wat dan ook. En dan, als ik dat gekozen heb met de binding van mijn ontvanger, dan kan ik gewoon met dat toestel vliegen zonder storing te krijgen. Oké, en tot hoe groot kan de vliegtuig zijn ja, wat je hiermee kan besturen? Hoe groot is dat ding? Meter of is dat ding 8 meter? 8 meter is wel heel erg groot. Daar heb ik de bouwruimte niet voor. Maar het kan wel. Het zou wel kunnen. Ik vlieg zelf met het toestel met een spanwijdte van 2,5 meter. Oftewel 2,20 meter, laat ik het goed zeggen. En ik ben nu bezig met een nieuwe, hetzelfde type, alleen met iets grotere vleugel. En die is 2,60 meter. Hey, een spanwijdte, wat je zei, dat is de vleugelwijdte eigenlijk. De afstand vanaf het begin tot het eind van je vleugel. Ja, de linkertip naar de rechtertip. Dus van het bakbord ligt naar het stuurbord ligt. Nou geen een over in boottaal. Nee, nee, dat heet ook in het vliegtuigtaal. Dus het bakbord en stuurbord ligt. Oké, nou dat is mooi. Hey, over die Big Lift gaan we het zo direct nog eventjes hebben, want je hebt er ook tekeningen van. Zoals je net ook al zei, ben je ook bezig met een nieuw vliegtuig te bouwen. Het is hetzelfde waar je nu mee vliegt, maar hij is wat groter. Ja, kan je daar nu nog wat eventjes zo over vertellen of wil je dat liever straks doen tijdens de... Met het inkijken van de papieren en zo en dat soort dingen. Nou, als jullie straks meekijken met de tekening, dan ga je begrijpen dat het niet een bouwdoos is. Maar ik werk met 2 tekeningen. Een tekening over de vleugels en een tekening over de romp. En daar moet je echt alles zelf aanschaffen, kopen. Balsenhout, dun triplex. En wat is balsenhout? Dat is vederlicht hout, heel dun. Je kunt ook een dikte van 10 mm krijgen, maar het is zeer licht en het is heel makkelijk te bewerken, heel makkelijk te schuren, te snijden enzovoort enzovoort. Oké, ja, hoe moet je dat zeggen? Niet echt van dat wat je vroeger had bij een meeging figuurzagen en zo. Dat hout is eigenlijk ook wel licht, maar dat is nog veel te zwaar of zo. Dat is nog veel te zwaar, ja. Ja, ik weet niet, hoe noem je dat? Een millimeter dik dat hout, figuurzaaghout noem ik het maar. Ja, ik ben geen Bob de Bouwer. Nee, ik ben ook geen Bob de Bouwer. Ik doe het een beetje als hobby, maar dat balsenhout is heel erg dun. En daar gaat mijn telefoon, dus ik hoop niet. Ja, het is zelfs zo erg, tijdens het opnemen heb je nu al fans. We gaan zo direct even kijken naar de tekeningen. Hey jongens, hier ben ik weer even. We hebben het een en het ander eventjes klaargelegen. We moeten natuurlijk even laten zien wat de tekening inhoudt. Ik heb nou naast mij een tekening neergelegen. Hier heb je de tekening van de Big Lift. Ik ga nu laten zien wat de romp is. Dit hele gedeelte vanaf hier tot aan de staart. Dat is dus de romp. En uit de romp die bestaat uit diverse dingen. Je hebt het hoogteroer. Die zit hier, wordt die gemonteerd. Aan deze kant. Je hebt het richtingsroer. Voor links en rechts. En je hebt daar in de verte heb je allemaal spanten staan. Al die spanten die hebben een bepaalde plek in de romp van het toestel. Zoals deze spant die hier zit. Die komt op deze hoogte te zitten. Want de stangen die je daar ziet, dat is hier waar het wiel op gemonteerd zit. Nou, en zo hebben al deze spanten een vaste plek. Dan zal je zeggen, ja maar het is toch ook een bepaalde ronding in zo'n romp. Nou, ik weet niet of Jeff dat kan filmen, maar vanaf de motormount tot aan de staart aan de andere kant, dan zie je dat je een bolle vorm hebt tot hier. En dan wordt die een beetje recht naar achteren toe. Nou, en dat geeft aan hoe die gebouwd wordt en hoe het allemaal in elkaar zit. Je moet wel een beetje tekening kunnen lezen. Alle maten staan er wel bij. Ook alle houtsoorten staan erbij. Ja, en je moet gewoon een beetje goed kijken. Ook vooraf denken van als ik het zo doe, komt er dan nog wat anders bij. We gaan ook even kijken bij de vleugel. Nu zal ik jullie laten zien waar de vleugels is. De vleugels die staat ligt op de bank. Dus ook daarvan een tekening. De vleugel bestaat niet alleen... voor als een platte plank, maar deze heeft ook een bepaalde vorm. Dat ga ik jullie ook laten zien. Aan deze kant, rechts van de tekening, heb je de ribben. De ribben van de vleugel. Dit zijn de hoofdribben. Nou, en die hoofdribben die zitten dicht bij de romp. Ze lopen ook schuin. Ik zal de tekening even een beetje optillen. Kan je het ook zien dat ze taps lopen. Je hebt een deel recht in de vleugel. Dan heb je allemaal één en dezelfde. En daarna lopen ze schuin met die vleugel. Ik ga ze ook even aanwijzen waar ze zitten op de tekening. Die grote rechtervleugel, of rib die je net zag. Ja, het is een beetje lastig. Wacht eventjes. Hup, zo. De grote rechtervleugel, of rib, die zit hier. Hier, 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 hier. En dat loopt allemaal door tot deze. En daarnet zag je ook die kleinere ribben. En die lopen dan door naar achteren toe. Dit is een massieve plank en die moet je dan helemaal vastmaken. Deze rib, of deze vleugel, die heb ik ook verlengd. Je zal zeggen, hé, er zitten geen ailerons op. Nou, de tekening, ik weet niet of Jeff dat kan zien of laten zien. Er zit hier een bepaalde beschrijving bij. En vanaf die kant kan je dus je ailerons creëren. En ja, dan ben je nog wel even bezig met bouwen. Want één zo'n vleugel ben je ongeveer 14 dagen mee bezig. Je hebt er 2, dus je bent sowieso 14 dagen zoet, plus 2 keer, dus bijna een maand. En het is alleen in de avonturen. Dus jongens, bedenk wel waar je aan begint. Zo, nou vanaf de tekening zijn we eigenlijk overgegaan naar het vliegtuig zelf. Want deze heb je al deels in elkaar gezet. Dit is dus balsenhout en dit is echt super, super, super licht. Nou, vertel een beetje hierover, want dat gaat beter en makkelijker natuurlijk als die... Ja, als op de tekening. Dat was bijna niet te zien, denk ik zo. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Maar goed, we zullen het zien straks als de video klaar is. Oké, nou, Pa, vertel me. Nou, dit is dus de balsenhout. Het is echt heel erg licht. Het is, ja, ik denk dat het hele plaatje met elkaar een 20 gram weegt. Dus dat stelt helemaal niks voor. De zijkanten van dit toestel is triplex. En zelfs twee lagen, deze kant, twee lagen die kant, tot hier aan toe. En voor de rest is het één laag naar achteren. Hierin zit ook de spanten. Ik zal even het toestel draaien, dan kun je zien waar we het over hadden, wat ik jullie net liet zien. Al die spanten die hebben hier een vaste plek gekregen, vast ingelijnd, dus er kan helemaal geen kwaad. Ook het landingsgestel staat er vast onder. Die spanten, dat is eigenlijk gewoon als stevigheid van je vliegtuig? Ja, dat is om je romp, de rompbreedte te bepalen en je ronding te bepalen van je vliegtuig. Om een mooie lijn te krijgen. Ja, oké. Dat begrijp ik. Hey, en ik zie daar al een zwarte motor zitten. Is dat ook hetgene waar je het net over had? Het zit daar al in de zijkant. Ja, deze hier al en hier tussen. Dit zijn er dus drie. Zijn dat nou die servomotors waar je het over had? Ja, dat zijn de servomotors. En die kan ik dus aansturen met mijn ontvanger. Ontvangertje heb ik hier. En tevens zit er op die ontvanger ook een satelliet. Ik zal hem even wat beter laten zien. Dit is dus je satelliet. Het is echt super klein, ook erg licht. Dit is gewoon je satellietje en dit ook. De ene doe je horizontaal, die antennetjes, want dit is gewoon je antennetjes, die grijze. En die andere doe je verticaal, zodat het, dat je goede verbinding hebt. Dat je altijd verbinding hebt, want ja, als het in de breedte, dan is het altijd even maar als het vliegtuig op zijn kop of op zijn zijkant vliegt, dan kun je verbinding wegvallen. En door middel van dat kleine dingetje erbij heb je dat niet, hè? Nee, dat klopt. Dan hou je altijd, de zender ziet dan altijd de ontvanger. In welke dan ook. Oké. Hey, ik vind het nog niet echt, het lijkt wel een beetje op een vliegtuig, maar ik vind het er niet erg opschieten, pap. Nee, maar je bent er ook even mee bezig met zo'n ding. Ik kan heel snel een beetje een vliegtuig in elkaar bouwen en dan kan je een beetje zien wat er aan de hand is. Zoals jullie hier kunnen zien is dit de richtingsroer. Die kan dus links... Ik ga even naast je staan, want anders dan zit ik met dat touwtje in de microfoon voor je te hengelen. Dit is dus het richtingsroer. Die kan dus achter op de kist. Dit is het hoogteroer. Die ga ik er eerst even in plaatsen. Dan hebben jullie een beetje indicatie hoe de vorm erin zit. Deze ken ik... Zo, gaat... Wat een verbouwing zeg hij. Ja. Zal ik hem eerst even op tafel zetten? Nou, kijk. Zo, dat zit er dus in. Ja, blijft weer. Dat gaat niet erg lekker. Je moet hem even recht zetten, denk ik, pap. Ken dat? Ja, maar dan ken je zo. Ja, nou dan lijken ze maar één keer minder. Nou, en deze vorm ken er ook nog op. Even zoeken natuurlijk, hè, want alles zit los in elkaar. En dan heb je een vliegtuig. Hey, en nou zit dat in elkaar, dan ram je er per 15 duimers erin of ga je dat met plakband doen of doe je dat met speciale kit of zo? Of ja. Bisomkit of zo, weet ik veel. Nee, we lijmen alles vast met houtlijm. We gaan geen kitten gebruiken, want dan kun je er daar niet meer schilderen. Of verven of met folie eroverheen. Maar dit is dus een vliegtuig wat dus deels klaar is. In principe neem ik hem mee naar de club voor goedkeuring voor veiligheid. Maar dat is bij ons een hoog vereiste. En als het allemaal goed gekeurd is, kan ik de rest afbouwen en schilderen. Oké, maar je zegt ook, het is voor veiligheid, maar er zit niet eens een motor op. Wat is er nou, weet je... Waar kijken ze dan naar? Naar hoe goed die geschuurd is of zo? Dat je geen splinters in je vingers krijgt? Of hoe zit het nou? Nee. Het is echt om te laten zien hoe hij in elkaar gebouwd is. Of er geen losse lijnverbindingen zitten. Of je geen fouten gemaakt hebt met bouwen. Want ja, nogmaals, de veiligheid staat bij ons zeer hoog in het vaandel. En als jij met de kist vliegt waar plotseling de hoogteroer of richtingsroer van afvalt, dan heb je 9 van de 10 keer een groot probleem. Ja, dan heb je wel een vrij grote uitdaging. Want dan moet je gewoon zelf ook moet je gewoon weer opnieuw gaan bouwen. Hey, en die lijn waar we het nu over hebben, is dat gewoon een lijn wat ik ook op school kan vinden? Weet je, in het bouwlokaal? Gewoon die gele potten houtlijm of zo? Ja, het zijn, van Bison is het meestal die gele potten houtlijm. Die is ook gebruiken voor laminaten te lijmen. Hele goede en sterke lijm. Soms gebruiken we 2 componenten lijm. Maar meestal is het alleen witte houtlijm. Oké. Ja jongens, zoals jullie toen straks misschien een beetje op de tekeningen hebben kunnen zien. Heb ik hier dus ook een vleugel. En dit is dan de rechtervleugel. We ontbreken hier en daar de ailerons en de flaps. De flaps zijn om te remmen. Die heb ik wel gebouwd al. Die heb ik ook bij de hand leggen. Maar die kan ik er nog niet in zetten. Deze vleugels die kun ik, kan ik dus hier aanzetten en dan heb je al een beetje indicatie hoe groot die wordt. Dit is een spanwijdte van om en bij de 2,60 meter. Ik heb twee van deze vleugelhelften. En één met een groene punt en één met een rode punt. Dus ja, dat is een beetje voor het zicht in de lucht, anders zie je absoluut niet hoe hij vliegt. Oké. Hey, en waarom maak je dat niet gewoon in één? Want je kan toch ook één vleugel maken en die plof je er gewoon bovenop met een beetje houtlijm en het is klaar, weet je. Dat gedoe allemaal zo. Want dan loop je met twee van die vleugels in zo'n vliegtuig. Dat is nog een heel gedoe, denk ik. Dat is een heel gedoe, maar probeer jij maar eens deze vliegtuig met hele vleugel in een auto te krijgen. Dan heb je een vrachtwagen nodig en zo rijk ben ik nou ook weer niet. Maar je hebt wel je vrachtwagenrijbewijs? Ja, die heb ik wel, maar ik heb hier geen vrachtwagen voor de deur staan. Oké, en het is ook crisistijd. Heb je ook wel eens gedacht aan de bakfiets of zo? Ja, dat is een mooie opmerking. Ja, ik heb wel gedacht aan de bakfiets, maar dan een fietsje voor een karretje voor achter op de fiets. Dan kun je op de fiets heen en dan kun jij je spullen erin zetten en dan mag jij trappen. Oké, dit knippen we eraf. Ik wil in ieder geval hartstikke bedanken voor deze interview. Ik vond het erg leuk en ik denk en ik hoop ook de kijkers dat ze het erg leuk vonden. Ik wou in ieder geval hartstikke bedanken hiervoor en dat ik weer super welkom ben natuurlijk. We hebben één ding vergeten. Zijn we één ding vergeten? Ja, want zo'n vliegtuig kan ik wel in de lucht gooien. Maar dan komt hij ook weer hard naar beneden. Er hoort nog een motor op. Oh ja, er hoort nog een motor op. En die heb jij toevallig liggen natuurlijk? Nee, die heb ik niet liggen. Hier komt wel een benzinemotor op. En die benzinemotor is 26 cc. En dat is echt een benzinemotor. Ik kan gewoon met loodvrije benzine kan ik die starten. Alleen ja, als je dit hele complete spul bij elkaar moet kopen en gaan bouwen. Met alles erop en eraan, dan zit je toch gauw aan de €600. Dus een complete kist. Ik zal het even zo doen, want anders dan ziet het er ook weer een beetje habibabbi uit. Kijk, dat is beter. Een complete kist ben je zo rond de €1000 in totaliteit kwijt. Dat is met motorfolie, lak, alles echt gewoon om hem echt te gaan bouwen. Daar zit alleen niet je gereedschap bij, maar voor de rest zit er echt alles erbij. Maar dat is wel exclusief, is dat je zender dan? Nee, die zit er al bij in. Dus voor €1000 heb ik een zender en zo'n vliegtuig? Ja, en dan moet je nog leren vliegen, maar dan moet je niet dit toestel nemen. Dan moet je echt een ander type toestel nemen. Maar daar hebben we het dan wel eens een keer over. Oké. Ik weet nu ook al de vraag die gesteld gaat worden. Hoe hard kan die? Dit? Als hij doet. Als hij doet, vliegt hij om en bij de 120 tot 140 km per uur. En is dat langzaam of snel voor zo'n vliegtuig? Dit is een toestel wat eigenlijk schaal vliegt. Je moet het zien als een echte chartervliegtuigje of een Cessnaatje wat vliegt. Zo vliegt deze ook. Heel rustig. Oké, en dit is een Big Lift. Hiermee ga je in de toekomst, want daar moet je ook allemaal voor leren en zo. Hiermee ga je in de toekomst zweefvliegtuigen, dat zijn gewoon vliegtuigen zonder motor, ga je dan de lucht mee in helpen. Die kan je slepen en je kan hem er ook opbouwen, hè? Door middel van een of andere standaard ding iets, toch? Ja, klopt. Die kan je dan ertussen zetten tussen de vleugels, maar daar gaan we wel eens een keer even een andere filmpje over draaien. Als dit allemaal afgebouwd is, dan hebben we ook een hukkelpack ervoor. En we kunnen ook slepen met deze kisten. Hij heeft zoveel vermogen dat hij een zwever van 4,5 meter, ja, we hebben het wel over Radio Control zwevers, van 4,5 meter omhoog kan trekken. Ja, dat is geen echt waar je in kan zitten. Nee. Zo sterk is hij nou ook weer niet. Oké. Nou, ik wil hem hierbij gaan afsluiten. Jongens, bedankt voor het kijken. En wil je nog wat zeggen? Jongens, ik wens jullie heel veel succes aan het kijken naar het filmpje. Geef hem een like. De groetjes. Goed zo, kijk, dat hebben we goed besproken. Jongens, ciao. Bloopers. Good morning, YouTube. Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de LietNL, oftewel Jeff. Nou, pa, kun je nog een beetje wat over jezelf gaan vertellen? Ja, ik ben Joop, zijn zoon, of tenminste zijn vader. Zijn zoon. Actie. Good morning. Good morning, YouTube. Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de LietNL, oftewel, nee. Voor de rest zit er echt alles erbij. Ja. Maar dat is wel exclusief. Ja.